In deze aflevering van Stadswandeling wandelen Benno en ik eigenlijk langs een straat waar vroeger de rijken ook wandelden. Hè? Ja, en de belangrijkste toegangsweg tot de stad, de Herenweg. Ja, leuk! Ik ben wel heel erg benieuwd wat we hier allemaal gaan vinden. Vooral tuinkoepels. Oeh! Een tuinkoepel is een gebouwtje waar welgestelde Groningers vanaf de 17e eeuw heen gingen voor hun vrije tijdsbesteding. Ze dronken hier thee, roddelden wat of lazen een boek. Maar de tuinkoepel had eigenlijk vooral een andere functie. Het diende als prestigeobject van de eigenaar die het zich kon veroorloven. Nou, je ziet er hier eigenlijk direct al twee. Kijk, ik heb natuurlijk weer wat bij me. Allerleukste van de aflevering. Ja. Als je heel goed kijkt naar de overkant, dan herken je wat. Ja, je moet nu echt heel goed kijken. Maar hier zie je dit dak. En die zie je daar ook nog. Ja, waar op staat E. Glaudee. Dit stukje wordt in Groningen al heel lang de Glaudee-locatie genoemd. Trouwens al bijna 40 jaar op de nominatie om afgebroken te worden door de gemeente. Oeh. Maar inmiddels besloten door de gemeente dat het allemaal hersteld zal worden. Oh, ja. Denk je dat het weer een beetje de glorie terug kan krijgen als wat je hier ziet? Want nou ja, er is natuurlijk wel een verschil. Ja, misschien wel. Maar eerst even die Herenweg. Ja, kijk, de stad die hield vroeger daarop. Mm-hmm. En nou ja, toen mocht de vesting worden afgebroken. En sindsdien is dit ontwikkeld. Maar voor die tijd was dit al voor de rijke stadjers iets om langs te wandelen. Ja. Bijvoorbeeld op zondagen. Over welke tijd hebben we het nu een beetje? Nou ja, bijvoorbeeld vanaf de 1672, het bekende Beleg van Groningen. Daarna werd dit langzamerhand weer een beetje in gebruik genomen. Oh, wat grappig. Ja, en aan het eind van de Herenweg, we lopen daar ook zo even heen, werd in 1765 het Sterrenbos aangelegd. Ja. En dat was natuurlijk een plek waar men heen wilde. Maar de rijken, die hadden natuurlijk een huis in de stad, maar die bouwden dan ook wel tuinkoepeltjes aan de Herenweg. Tegenover de E. Glaudee tuinkoepel staat een andere tuinkoepel. Deze is van 1774, gebouwd in opdracht van Johan van Hoorn. Natuurlijk een hele rijke Groninger. Hij werd ook later burgemeester van de stad. Oh, kijk. Ja, en toen had hij zijn koepeltje. En toen wilde een collega-burgemeester, Lucas Strip, hier tegenover ook een koepeltje in 1782. Voordat we verder gaan, staan Benno en ik nog even stil bij het Herenwegviaduct. Het viaduct. Het viaduct. Zullen we er even oplopen? Ja, zullen we maar even doen. Kunnen we even wat treinen spotten? Ja. Nou ja, die spoorlijn die werd van Leeuwarden naar Groningen aangelegd in 1866. Maar toen was er al het plan om hem door te trekken. En in 1866 begonnen ze dus ook een viaduct te bouwen. Want ze hadden toen al het idee, we kunnen beter geen gewone spoorwegovergang, maar beter eroverheen. En het leuke is, als je nou kijkt naar die huizen daar en die huizen hier. Deze hier is dus gebouwd voordat dit viaduct er was. Dus de begane grond, daar is gewoon de voordeur. Ja. En die huizen, oh, die zitten natuurlijk die zijn gebouwd nadat het viaduct er kwam. Vandaar dat ze dachten, ja, we willen niet tegen het viaduct aankijken. Nou, dan komen wij nu bij de koepel der koepels. Ja. Waar is die dan? Wat een parel. En weet jij toevallig in wiens opdracht die gebouwd is? Gok. Scholten? Eén keer raden. Scholten? Ja. Ja? Oh, deze bekende theekoepel uit 1868 werd dus in opdracht van Willem Albert Scholten ontworpen. De theekoepel was zo groot dat er ook in overnacht kon worden. In 1979 werd de koepel gerestaureerd en is sindsdien in gebruik als kantoorruimte. Terwijl we een heel stuk doorlopen, vertelt Benno mij waarom de Herenweg de Herenweg heet. Het woord heren slaat op legers en omdat de Herenweg de toegangsweg tot Groningen was, kwamen legers via deze weg Groningen in. Zo ook bijvoorbeeld Bommen Berend. We stoppen uiteindelijk bij een wel heel bekende fabriek. Nou ja, de Herenweg was niet alleen de plek waar de rijke stadjes gingen wonen. Er was eind 19e eeuw ook nog wel plek om te bouwen voor bedrijven bijvoorbeeld. En daar zien we het restant van een hele beroemde Groninger fabriek. De rijwielfabriek Vongers staat er nog op. Vongers rijwielen.
Zo, mooie fabriek wel. Ja. Als je nu naar onze fabrieken tegenwoordig kijkt, dan zullen ze het zo niet meer bouwen. Ja, nou ja, dit was natuurlijk de voorkant. Ja. Daarachter stonden grote schuren. Ook een rijwielschool, want mensen moesten fietsen leren. Dat kon je daar in die hal. Wat grappig. Doen. Maar je ziet de Vongersplaats, al die nieuwbouw, ja, die is gekomen op de plek waar de eigenlijke fabriek verder stond. De kantoren waren hier natuurlijk voor. Vongers die was op het Nieuwe Kerkhof begonnen, maar in 1896 heeft hij dus deze nieuwe fabriek in gebruik genomen. Maar Vongersplaats is groot, dus dan moet die fabriek ook echt gigantisch zijn geweest. Ja, die was heel groot. Ja. Later is dat overgenomen, Vongers, door Batavers en zijn in Heerenveen die fietsen verder gemaakt. Maar dit was de plek. Dicht bij de fabriek begint het Sterrenbos. Het Sterrenbos werd in 1765 aangelegd op initiatief van burgemeester Hendrik van Sijsen. Hier was dus het Sterrenbos. Het werd aangelegd volgens een patroon. Het is Franse tuinarchitectuur met rechte lanen. Okay. In de vorm van een ster als het ware. Dus die lanen liepen vanuit alle hoeken naar één middelpunt. En in het midden... Beetje de zonnekoning net zoals Versailles. Zoiets, ja. En de middenlaan die liep ongeveer op de plek waar de Zuidelijke Ringweg is gekomen. En dan stond daar dat vierde koepeltje van de Herenweg. Toen de Zuidelijke Ringweg werd aangelegd in 1964, toen stond dat koepeltje in de weg. En toen hebben ze het verplaatst naar, je kunt het hier precies tussendoor nog zien. Oh, daar. Daar. Naar de andere kant. Die vind ik altijd een beetje sneeuwwitje-achtig. En toen is hij dus weer daar terechtgekomen. De laatste koepel stamt af uit 1818. Eindigen onze wandeling hier bij het sneeuwwitje-koepeltje, toch? Ja, sinds 1964 staat hij hier dus. Dit koepeltje is trouwens bekend geworden vooral ook doordat er een kunstenaar zijn atelier in had, Siep van den Berg. Nou, leuk ateliertje wel. Ja, heel grappig. Dit was van vandaag, hè? Ja, nou, we hebben wel iets langer gewandeld dan normaal. Ja, en nog weer terug nu. En, dat heb ik net vergeten. Wat zullen we volgende week doen? Nou, volgens mij, bij jou in de buurt zijn nog wel een paar mooie gasthuisjes. Ik weet een blokje in de Hortusbuurt waar je zoveel gasthuizen vlak bij elkaar hebt. Dan gaan we daarheen. Doen we.